Ja, ga dan straks beginnen. Ga ik straks circuit op. Hey. Knol Power. Hallo dames en heren en super tof dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Myron en weet je waar ik opeens aan zit te denken? We hebben net ook een ontbijtje gehad even bij het tankstation snel, omdat we best wel wat haast hadden. Hoeveel tankstations heb je wel niet in Nederland? Dat zijn er echt verdomde veel. Ja, dat zijn heel veel. Dat is iets wat ik dan heel graag wil weten. Wil jij eens even opzoeken op je telefoon? Hoeveel tankstations zijn er in Nederland? Dat zijn er echt heel veel. Ben je daar niet nieuwsgierig naar? Heb je daar nooit eens gedacht van, jeetje, je hebt echt veel tankstations. Bordje daar, andere kant van de snelweg. Hoeveel denk je? Ik denk, als ik logisch ga nadenken, er zijn 12 provincies in Nederland. Er zijn 17,5 miljoen mensen, geschat. Hoe wil je dat gaan uitrekenen met die twee cijfers? Je hebt geen idee wat hier in mijn hoofd omgaat. En als je dan van het noordelijke punt naar het zuidelijke punt gaat. En je kijkt dan van Scheveningen naar Eindhoven. Ja, precies. Dan heb je in totaal over heel Nederland verspreid 3130 tankstations. 3130. Nee. Meer. Meer? Ja. Hoeveel meer? Ja, dan weet je het, hè. 4121. Ik zat er maar 1000 vanaf. Ja. Maar dat bedoel ik, hè? Dat is best veel. Ik vond 3000 al veel. Het zijn er 4. Ik vond er wel meevallen eigenlijk, 4000. Weet je hoeveel dat is? Dat is toch veel? Ja, dat is wel heel veel. Alleen ik dacht, ja, om zoveel kilometer heb je wel een tankstation. In dorpjes heb je altijd wel een tankstation. En dacht, nou. Ik dacht wel eerder aan 5000 of zo. Nee, joh. Ja, joh. Oh, dat is echt het kutste wat je kan doen. En daarom deed ik het. Ja. En ik denk dat van die 4000 tankstations dat ik wel minimaal 3000 heb gezien. Nee, sowieso niet. Ja, langs gereden, maar niet getankt. Ik lieg toch niet? Jawel. Nee. Je hebt er niet getankt. Ik toch niet? Hey. Je hebt er niet. Ik lieg toch niet? Je hebt er niet getankt. Nou, misschien wel een broodje gehaald. Nee. Ik had toch wel 5 broodjes. Ja, echt niet. Ik lieg toch niet? Ik wil kaas. Ik ben ook een klant. Kijk uit. Dat doe je altijd bij mij dat. En dan zeg ik ook kijk uit. En dan denk ik, niet doen. Myron die doet dat onverwachts. Dan ben ik gewoon aan het auto rijden en in één keer dan pakt ze me zo keihard beter dan hoor. En dan heb ik een t-shirtje aan Myron. Ja, zit een t-shirtje niet meer goed. Ja, er zitten wat kreukeltjes in. Kreukeltjes. Koekkruimeltjes. Broodtrommel. Wat zei Mian ook weer? Koekjesrommel. Koekjesrommel. Ja. Oh. Nou, de sfeer zit er in ieder geval goed in. Ik zou zeggen, hebben jullie er ook zin in? Doe even een blauw duimpje omhoog. En dan gaan wij weer genieten van een prachtige dag. Er staan leuke dingen op de planning. Dus het wordt hartstikke leuk. Het zou raar zijn als er leuke dingen op de planning stonden en dan werd het hartstikke vervelend. De eerste locatie waar we heen gaan is Dordrecht. Hey, blijf hier, blijf hier. Het gaat wegrijden, maar wij halen hem wel in. We halen hem wel in. Kijk, dit vind ik nou leuk aan onderweg zijn. Hè? Je komt gewoon dingen tegen. En dit zijn gewoon prachtige dingen die je tegenkomt. Of die je kan tegenkomen. Dames en heren, dit is een beste hoor. Niet zo hard. Kijk eens even, wat een knoepert. Wow, wat een velgen. Oh, 6950. Wat een banden, jongen. Holy moly. Gruwelijk. Toppetje. Sick, hoor. Zou ik dat voor jou kopen? In plaats van een bloemetjesauto en chandeer. Dat is ook wel goed, hè? Ja, dat is wel heel goed. Een chandeer met KP-kenteken. Misschien is hij er wel. Ik denk het niet. Nou, het is wel duidelijk dat het hier is. Ik krijg gewoon naar binnen. Echt? Ja. Mooi. Hey. Hier, film maar naar rechts. Moet je kijken, joh. Wow. Oh, ik doe het achterraampje. Dat heb ik heel vaak. Goedemorgen. Hoi, ben je Leon?
Nee, dat is mijn collega. Oh. Maar kan je wel vast op de brug begeleiden? Oh ja, graag. Van de Forst. Ik zal je erop begeleiden. Ja, ja, top, top. Wil jij uitstappen en dit spektakel filmen? Want dit komt aan op precisiewerk. Hè? En wij zijn op elkaar afgestemd. Zoals je zag, we kennen elkaar al. Dus dit gaat goed komen. Gaat-ie goed? Staat helemaal goed, hè? Nice! Dit is de eerste keer dat ik op een brug rijd. Of nou, niet op een... op zo'n brug rijd. Ja, dat is het. Ik vind dat altijd spannend, want je kan zo omwiebelen, hè? Kan zo rechts, kan zo links. Ja, ja. Hé, hey, maar dit is perfect. Nou, hier gebeurt het dus. Ik ben nog nooit op een plek geweest zoals dit. Wow, er wordt af en toe geschoten hier zo. Wow! Een paar keer geklikt. Maar in ieder geval, dit is een plek waar dus zomerbanden of winterbanden onder worden gezet. Of andere velgen. Tenminste, dat is maar een gokje. Misschien dat ik het heb van dat daar iets van 5000 velgen liggen. Maar dit is de plek waar mijn auto in ieder geval andere banden gaat krijgen. Want er is één ding wat ik nodig heb onder mijn auto. Nou, dat heeft eigenlijk iedereen nodig onder zijn auto. Behalve mij, man, want die heeft geen auto. Maar binnenkort wel, bloemetjes auto. Nee. Maar ja, ik heb zomerbanden nodig. Er zitten namelijk nog winterbanden onder. En zo, nu nog winterbanden. Oh mijn god, het is al begin juli. Ik weet het. Ik weet het. Ik had eigenlijk al veel eerder zomerbanden nodig. Maar het is er nooit van gekomen. Maar dit ziet er wel cool uit, oké? Zo. Moet je al deze velgen kijken? Hoi, goedemorgen. Bent u Leon? Dat ben ik. Hoi, goedemorgen. Alles goed? Ja, we kunnen niet echt een hand geven. Maar volgens mij zijn dit de mannen achter banden XL. Ja, dat klopt wel een beetje. Jullie hebben een mooie werkplek hier zo. Ja, maar ja, het moet wel goed genoeg zijn om jou binnen te houden, toch? Ik heb de auto meteen op de brug gezet. Ja, top. Super nice. Even ik ga eventjes hier wat filmen. Dit ziet er heel vet uit. Kijk, hier heb je een paar dikke velgen. Gruwelijk. En heel erg veel banden dus hier. Oh mijn god. Heb jij dit ooit zo gezien? Nee. Nou, weet je waarom we hier eigenlijk zijn? Stop even met dit irritante gedrag. We zijn hier om banden uit te zoeken voor die roze auto met bloemetjes voor jou. Dus je mag gewoon je eigen velg uitzoeken. Nee, gekheid. Serieus, komen zomerbanden op mijn auto. En dat is dus iets wat ik echt zeker weten nodig heb. En al helemaal vandaag. Want er gaat vandaag echt iets heel erg tofs gebeuren. Dus dit is de perfecte timing. Oké, dit zijn de banden, dames en heren, die erop komen. Oh, wat is dit logo? Oh, dit is het originele Lamborghini logo. Ja, speciaal voor de Lambo. Nice. Mag ik die eens optillen? Ik ben benieuwd hoe zwaar die is eigenlijk. Zonder velgen wel natuurlijk. Oh, dat valt op zich gewoon mee. Nee, dat valt echt serieus heel erg mee. Wel ziek hoor. Ik denk dat jij er misschien nog wel in kan zitten ook. Maar besef wel even hoe groot dit is, hè? Ja, het is echt heel groot. Het is echt mega. Ik bedoel, je hebt bijvoorbeeld velgen van 13 inch, maar je hebt ook velgen van 22 inch. Ja. Je hebt zeg maar een skelterband en je hebt zeg maar een vrachtwagenband. Dat is echt bizar. Het is echt bizar. Maar ik ben heel erg blij mee dat er eindelijk zomerbanden opkomen. Serieus. Dat wordt echt nice. En gewoon een officiële Lamborghini. Dat is wel echt sick. Ik wist helemaal niet dat het zo was, joh. Dat logootje specifiek erop staat. Dat is echt nice. Ja, en ik ben er goed op gekleed, hè? Ja. Express. Dat is pech, band weg. Nu kan je zien wat voor mega klauw er hier wel niet op zit, hè. Dit is echt bizar. Die remklauw op de remschijf, wauw. Alleen ik vraag me af, hè, waarom zit er in godsnaam een QR-code op mijn remklauw? Zullen we hem scannen? Ja, misschien kan dat. Ik weet niet of hij nog helemaal heel is. Nee, kun je hem niet scannen? Waarom zou dat überhaupt op een remklauw zitten, een QR-code? Ik heb echt geen idee. Misschien kan je daarmee een vlog kijken.
denk het wel. Maar wel ziek, hè? Het is echt niet normaal hoe groot het is. Hier zit ook een. Hier zit ook een QR-code. Op de remschijf zelf gewoon. Nee. Zo'n QR-code. Wat voor QR-code is dat, denk je? Ik denk om de oordelen te bestellen. Oh, serieus? Ja. Oké, ik ga de handschoentjes aandoen. Want ik ga één band zoveel mogelijk proberen te helpen om erop te zetten. Dat is wel leuk, dan leer ik misschien nog iets. En misschien jullie ook. Oh, je bent nu de band leeg aan het laten lopen? Ja. Maar waarom dat? Anders is de druk te hoog en krijg je niet afgeperst, zeg maar. Als je het niet van de velg af? Ja, niet van de velg af. Ah. Hoeveel bar komt hier op? 2.4. 2.4? Ja, 2.4. Dat is... Nou, ik hier een heel mooi paneel. Ja. Ja, dan kan je rollen bedienen. Oh. Nou, nee, wat is dit? Dat is bandenvet. Om de banden weer op te doen, moet ze ingesmeerd worden. Oké. Okay. Dat is grappig. Ja, anders gaat het veel te stroef. Ja. Er zit heel veel kracht op. Om hem erop te draaien. Oké, dus hiermee kan ik... Ja. Dan kan je maar naar beneden doen. Dan moet je hem op de band leggen. Kan ik niks beschadigen? Ja, zak hem maar. Doe maar verder naar beneden. Verder. Ja, hou maar. Deze knop indrukken. Inhouden of indrukken? Indrukken alleen, ja. Kijk, ik ga hem naar binnen toe. Oh, wat? En dan? Nou, dan heb je een pedaal hier rechts. Deze hier. Dan gaat hij draaien. Dan kan je tegelijkertijd met dit hendel hier, kan je de rol naar beneden doen, zodat hij hem afpest. Oké. Okay. Dus hiermee gaat hij rollen? Ja, ik ga hem half indrukken en dan gaat hij langzaam. Oh, ja. En dan deze naar beneden? Ja, dan draaien. Dus maar naar beneden. Oh! Doe ik nu iets verkeerd? Nee. What the fuck is dit? Dat is goed. Hoort dat zo? Ja. Ik schrik me helemaal. Ik dacht, ik heb het hele ding gesloopt zo. Nou ja, dan rijden we verder. Oh, nou, hij moet nog verder? Ja. Dat hij helemaal zegt, best niet. Kan je zo laten. Die hoeft niet naar beneden. Oh, deze hoeft niet naar beneden. Best niet helemaal af verder. Oh, ja. Dus je overal gelijk. Deze goed, ja. Nou, dan hebben we de onderkant nog jullie tegen zelf. Die kan je bijna niet zien. Dus. Nee, precies. Nou, dan mag je de linkerpedaal intrappen. Gaan we loslaten. De linkerpedaal? Ja, dan komt de arm naar voren. Welke arm? Oh, die arm? Ja, dan komt hij naar voren toe. Die komt om op de velg te vissen. Moet die ingedrukt houden? Ja, indrukken en loslaten, ja. Oh. Ja, dan komt hij naar voren. Oké. Okay, ja, en... goed. Even de rol laten zakken. Als iets te moeilijk wordt en je denkt dat ik het niet kan, dan moet je het niet door mij laten doen, hè? Ik kan bijna niks fout doen. Oké. Okay. Je moet niet te hard aan in één keer. Oké. Okay. Kan je deze naar beneden doen. Dan komt er een haak naar beneden. Ja. Ja. Wow. Ja, dan moet je naar beneden laten, ja. Doen jullie wel eens een wedstrijdje wie het snelste banden onder een auto kan zetten? Nou, we doen soms wel eens tegelijkertijd met een hoop aan één auto. Kijken hoe snel die klaar kan zijn. Ah, oh, ja. Als één auto met vier bandjes. Ja, volgens mij 6 minuten of zo met 3 man. Ja? Dan stond hij er buiten. Wow, dat is wel echt snel. Dus het kan voorkomen dat een klant hier komt en die zegt, ja, ik heb wel een beetje haast, kan het misschien snel? Ja, dat hij met 6 minuten... Hij nog niet eens op. Dan staat hij al buiten. Hé, hey, dat is wel sick hoor. Dat is wel echt sick. 6 minuten. Oké, okay, nu gaat er een beetje bandenvet in. Ja, ik heb nou even een plastic hier ertussen gedaan, zodat hij hem meehelpt om hem eraf te krijgen. Ja. Nou, dan druk het ronddraaipedaaltje. Ja, doe maar. Ja, druk hem in. Dan komt hij eraf. Is dat goed? Ja, kom maar. Nee. Hop. Kijk eens even. Dan kan je weer draaien en dan de band vasthouden en dan kan je met het band mee eraf trekken. Dat is gewoon hier beter. Yep. Yo. Yo. Wat is die? Maar is dat niet even nice? Jeetje, goed gedaan hoor. Wat een werk voor even zo'n band van een vel. En dan heb je de 4 natuurlijk, hè? Ja. En een vrachtwagen die heeft er 12 of zo. Of 6 of 8. 10. Hoeveel heeft het? Ik heb geen idee. Ik zie altijd heel veel doppen draaien van de velg.
Nee, maar echt lijp, man. Maar ja, uiteindelijk doe je natuurlijk gewoon... En dan gaat het veel sneller. Zo ging jij ook, hoor. Ik zit nog te prutsen natuurlijk. Geen idee, joh. Maar kijk dan, je hebt allemaal QR-codes, hè? Ja, inderdaad. Maar ze denken dat al die QR-codes er zijn... om dan bijvoorbeeld erachter te komen wat voor onderdelen je moet bestellen... Ja. bij zo'n band of velg. Dus dat is wel weer slim natuurlijk. En wat doen we hiermee? Mag je op de andere leggen? Oh, daar is de andere. Oh, rechtsvoor, dat is ook handig. Ja. Kan ik die andere sprayen met linksvoor? Dat mag. Ja, we hebben een krijtje. Oh, is een krijtje. Ja, doe je gewoon linksvoor wil sprayen. Links. En zo. Voor. Wacht, is dat duidelijk genoeg? Nee. Wacht even, zo. Links voor. En nog even een paar keer overtrekken. Nou, degene die heel lelijk is, dat is links voor. Links. Nou, links voor. Oh. Zo, waar leg ik het hele krijtje neer? Nou, weer een nieuwe band, die erop gaat. Ja. En dan hebben we deze banden vet. Dan kan je deze rand mee in de vetten zo. Helemaal aan de andere kant. Zo? Ja, we draaien de band om de andere kant te doen. Jeetje. Ja. Nice. Oké, cool. Ja. Nou, leg hem erop. Kijken we even wat er binnen of de buitenkant is, want dat is ook belangrijk. De rode stip is de buitenkant? Nou ja. Meestal wel, maar het staat ook op de band outside. Oh ja, outside. Inside. Maar dit soort dingen vind ik wel echt heel leuk om te zien, mensen. Omdat normaal gesproken zie je dit soort dingen niet. Ik bedoel, banden, dat is gewoon een van de meest voorkomende dingen in Nederland wat je ziet. Gewoon elke dag, het is niet te missen. Nee. Dus dan is het wel leuk om nu gewoon een keer te zien hoeveel werk het eigenlijk kost om een band van de velg af te krijgen en er weer op te zetten. Ja. En wat voor helden erachter die, hè? Wat daarachter zit, hè? Ja. Het is gewoon nog allemaal handwerk, hè? Ja, het wel met behulp van het apparaat, ja. Maar hey, je moet toch nog dingen zelf doen. Ja. Oké, en nu? Nou ja, dit is precies het tegenovergestelde. Ik heb dat weet je niet meer. Nou ja, dit... Nee, weet ik niet meer. Ja, dit gaat precies andersom eigenlijk. Oké, dus dan beginnen we met hem naar beneden drukken. Ja, kijk, ik heb hier ook weer die arm hier zo. Hier zit een schuine rand op, dan schiet hij naar beneden en dan valt hij achter naar binnen toe. Ja. Nou, de eerste is het makkelijkst. Dan draai je gewoon weer pedaal. En dan schiet hij erop. Ziek idee. Nice. Ja, dat is stap 1. Dat is stap 1 en dan deze nog. Precies. Maar omdat je dus die bandenvetten op hebt gesmeerd, beschadig je ook niet zo snel iets? Nee. Tenzij de velgen zijn gelakt, zeg maar. Bijvoorbeeld dat ze bijvoorbeeld stoeprandschade hebben gehad. Ja, dan trekt gewoon de band, die trekt gewoon met het lak er weer af, zeg maar. Ja, zo ja. Dus dat gebeurt nog wel eens. En in principe de machine die kan hem niet beschadigen. Wat is nou echt de domste fout die je ooit hebt gemaakt? Ja, een band kapot draaien. Een band kapot draaien? Ja. Oké. Ja, dat gaat, als je start gaat, dan kan het wel eens gewoon fout gaan. Ja. Maar dat is maar één keer gebeurd. Ja, dus ik doe het nou een paar jaar. Er zijn wel bandjes doorheen gegaan. Maar ja, het is één keer gebeurd. Het is maar één keer bij hem gebeurd. Hij doet het al een paar jaar. Stop, nee, het is niet één keer gebeurd, maar het gebeurt. Vandaag één keer. Elke dag één keer gebeurd. Nee, okay. Maar ja, kijk, sommige banden die zijn heel stug. Ja, dan vindt de machine het ook niet leuk meer. En dan beschadigt gewoon de band, zeg maar. En soms heb je ook bijvoorbeeld een stoeprandschade erop zitten en is het heel grof. Ja, en dan trek je gewoon de happen eruit, zeg maar. Ja, dat begrijp ik wel, ja. En dan kan je er ook niks aan doen. Dan is het gewoon aan de driver. Ja. Cool. Nou, dan gaan we de tweede stap doen. Pak een arm erbij. Dus deze hier. Oh, die hebben we nog niet gebruikt. Dat klopt. Anders alleen om erop te draaien. Dan doen we die weer naar beneden. En dan zetten we die hier. Nou, trap er daar maar in, die rechtse weg. Ja. Dan gaat deze komt daarin. Niet te hard? Nee hoor, gewoon druk. Ja. Oh, gaat hij goed? Ga maar. Oh! Hoppa!
daar ook een knop op aan de zijkant. Een klein joystickje kan je wel omhoog doen. Nou, dat is die. Zo makkelijk is het. Oké. Okay. En dan normaal gesproken met 3 personen in 6 minuten een hele auto en ik in 60 minuten 1 band. Ja. Dat is het verschil. Ja. Maar hier krijg je natuurlijk handigheid in. Ja, ja. Hoeveel ja. banden heb je verwisseld, denk je? Oh, dat heb ik nooit geteld. Ik denk dat het toch geen zin. Dat, ja. Ja, ik weet niet, op zich. Ja, het op zijn zich, nog dat zijn. Dat zijn. Het zijn al 2000 auto's. Dat is echt top, hè? Nee, maar dat zijn wel cijfers die ik eigenlijk heel erg interessant vind altijd. Dat, net zoals dat bijvoorbeeld een postbode weet hoeveel brieven die in de brievenbus heeft. Dat zijn, vind ik wel interessant om te weten. Ik weet hoeveel vlogs ik heb gemaakt. Ja, ik geef ze een nummer. Ja, 7 jaar lang, elke dag. 2517. Maar ja, dat is gewoon elke dag. Dus dat zijn 2517 dagen achter elkaar. Oké, okay, cool. Wat moet er nog meer gebeuren? De lucht moet er ook nog in. Daar gaat er weer lucht in, ja. Ja. We hebben een mooi pedaaltje voor aan de zijkant. Oh, nice. Dat wel klappen. Gaat klappen? Ja, omdat die, er staat zoveel kracht op, zeg maar. Hij moet weer... ja, maar klappen afsluiten. Om erop te klappen, niet van... Ja, ja, ja. Ja, ja, gaat echt, ja, hij ontploft niet, maar om weer te settelen, zeg maar, dan komt er best wel een knal. Oh! Er komen er 2 als het goed is. Echt? Ja, eerst onder en dan pas boven. Als ik ze moet stoppen, moet je het zeggen, hè? Nee hoor, ga maar door. Ik ga hem nog wat, dan gaat hij wel weg. Wow, holy shit, what the fuck is dit, joh? Nog één? Ja. Oh nee, ik vind het helemaal niet leuk. Oh, Wow! Dat is wel lekker, hoor. Holy moly, hé, dat was echt... Ik ben even, ik heb het warm. Ik schrok ook 2 keer, hoor. Niet normaal. Maar dat hoorde ik dus ook op het begin toen ik hier binnenkwam, die pop. Ja, dat klopt, dat is van al die klappende band, zeg maar, dat is gaan settelen. Ja. Ga maar lekker settelen, jongen. Dat is het wachtmuziekje. Oeh, ja, dit prima. Is wel perfect, hè? Ja, dan trekken die er weer af. We lopen leeg, toch? En de reden dat je hem eerst tot 5 bar laat gaan en dan daarna laat zakken naar 2.4? Dat is zodat hij gewoon goed even de ronde vorm aan kan krijgen, zeg maar. Want okay. Als hij meteen klapt, zeg maar, dan gelijk stopt, kan het zijn dat de band nog niet helemaal perfect op de... Maar je hebt dus wel eens gehad dat je een band oppompt en dat hij echt gewoon klapt? Ja. In de zin van dat de rubber klapt? Ja, dat er gewoon een gat in de zijkant zit. Ja. Hoe erg schrok je toen? Dat is best wel een klap. Ja, dat is nog harder dan die klap die we net hadden. Ja, veel harder, ja. Holy shit, ja, daar ben ik dus bang voor, hè. Maar is niet gebeurd. Is niet gebeurd. Nee, we zijn nog niet klaar, hè. Nou, is nu alleen maar minder. Ja, dat is waar. Maar het is wel heftig, hoor. Maar jullie hoeven geen bril op, blijkbaar, of zo. Geen bescherming voor je ogen. Nee, in principe niet. Of kan je daarvoor kiezen als je... Ja, je kan ervoor kiezen. Dus, ah, oké. Okay. Ja, want je krijgt nog wel wat voor je kiezen. Ja. Maar en ik kom sowieso niet meer zonder kleerscheuren vanaf. Dus, maar meestal kijk je ook weg, zeg maar. Bijvoorbeeld als die gaat klappen, zeg maar. Dan kijk je gewoon even de andere kant op, want dan komt toch banden vet uit, zeg maar. Ah, en je richt hem ook meestal de klap richt je even de andere kant op, zeg maar. Dat die niet naar jou toe staat. Ja, oké. Ik wil nog plassen. Moet je plassen? Ja. Moet de camera vrouw plassen? Ja. Ja, kan wel even, hoor. Ga helemaal lekker plassen. Fijn. Doeg. Nou, dat is die. Nice! Dan gaan we nog even balanceren en dan kan hij weer op de wagen. Ja, balanceren is ook heel erg belangrijk. Anders gaat hij trillen als ik aan het rijden ben. Dat klopt. Nice. Dat is niet de bedoeling. Oké, okay, toppie. Nou, dan ga ik nog even daar naar boven lopen. Ga ik daar nog even kijken bij de banden. En dan zie ik je zo weer. Dat is goed. Top, thanks in ieder geval voor de uitleg en alles. Oké, okay, hier zo hebben ze dus een enorme opslag nog aan banden. Zoals je hier kan zien. En als je hier onderdoor loopt. En wat ik dus heb begrepen... is dat ze heel erg veel banden hebben hier die wel al zijn gebruikt, maar die gecontroleerd zijn of ze nog goed zijn, of ze nog genoeg profiel hebben. Want dat is zeg maar een beetje de kracht van banden XL, dat ze voor een mooie scherpe prijs banden aanbieden die dus wel gebruikt zijn, maar nog wel heel erg goed zijn. En dat kan dus een van deze banden zijn die hier liggen. Dat zijn er dus echt heel erg veel, hè. Als het goed is kan ik ook nog hier omhoog. En dan kan ik jullie laten zien dat het er nog meer zijn dan wat je al ziet. Holy moly, wat een opslag. Het is echt bizar. Ongelooflijk, hé. Dit gaat helemaal door totdat het donker is daar. En hier, oh kijk, hier sliks.
Dit zijn andere soort banden. En dan hebben we hier nog. En dan hier nog. Oeh, dit is vet. Met van die kleurtjes erop. Dat is heel nice. Oi, oi, oi. Holy moly. Zo. Myron! Kom je naar boven? Kom maar, ik maak even een foto. Dus, Je liep me gewoon compleet voorbij. Ja, ik zag de camera. Oh, ik durf me vet op. Ja, ik had echt zoiets van, ik kom kan erin. Ik dit ook zo omduwen? Ja, nee, 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 nee. Hoi, hoi, hoi. Oké, doei. Auw, waar, 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 waar. Auw. Auw, 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 mijn vel, mijn vel. Je moet mijn andere kant op duwen, op mijn buik. Naar die kant. Auw, auw, auw. Oh. Zie je dat hier bij mijn kont? Zie je dat niet? Ik zit echt vast. Myron, ik zit echt vast. Nee hoor, je kan er wel uit. Oh, wacht even. Kom maar, ik help je wel even. Zit je vast nog steeds? Ja, ik zit serieus. Je billen zijn te groot. Ja. En je zit met je knieën erin. Ik maak toch geen grap hier zo. Ik moet even zijn broek gedronken. Jammer hè. En je raam is ik nu waarschijnlijk. Oh. Blote mie. Oh. Oh. Oh ja, ik heb hem! Yes! Oh, ik was echt bang hè. Oh. Oh, dit is echt pijn hoor. Ja, ik zat helemaal vast. Wat de heck. Hey, maar het was wel leuk, hè? Oh, goed. Ja, ik dacht, een betere stopplek is er niet hier. Ja, ik sta er weer netjes bij. Oké, dames en heren, het is gelukt. We zijn hier langer gebleven dan normaal, omdat ik natuurlijk wat shots en wat foto's heb gemaakt. Maar alsnog redelijk snel zitten mijn banden eronder, mijn nieuwe banden, zomerbanden. En dit ziet er echt heel erg nice uit. Ze zijn nog lekker vettig, daardoor ziet het er ontzettend shiny uit. Maar dat is alleen maar tof. Dus alle vier de banden zijn gewoon gloedje nieuw. Helemaal perfect. Hoppa. Ik ben er super blij mee. En het lijkt mij nu een heel goed plan, nu ik een nieuw setje zomerbanden heb, om meteen eventjes het circuit op te gaan met mijn auto. Gewoon de perfecte timing. Dus we stappen in de auto en wij gaan naar TT Circuit in Assen. En daar gaan wij even een paar mooie bochten maken. En even lekker planken. Politie, rijdt even langs ter controle. Precies op het moment toen ik zei even lekker planken. Maak je geen zorgen, we gaan op het circuit planken. Is helemaal legaal, komt goed. Maar ja, het ziet gewoon weer nice uit. Dit is echt helemaal top. Ik ben er super blij mee. Dus een shout-out naar Banden XL. Thanks for the service. En tot de volgende keer. Het is echt jammer dat het nu een beetje spettert. Ja, maar misschien is het in Assen wel mooi weer, hè? Maar het was eigenlijk al aan het spetteren, hoor, vandaag. Ja. Want? Jij bent een spetter! Oké, we gaan er vandoor. Van Dordrecht dus naar Assen. Het gaat heel lang duren. Ik ben nu al aan het grapen. Ik word er gewoon al moe van. Want het is echt wel een tijdje rijden. Nu merk ik het toch niet heel erg. Maar straks waarschijnlijk, als ik een stukje snelweg heb genomen en een paar goede bochtjes, dan ga je echt wel merken dat de zomerbanden onder zitten.
kut, hè? 220 kilometer. 220. Oh my god. De weg is een klein beetje nat, maar gelukkig schijnt op dit moment de zon. We zijn aangekomen op het TT-circuit. Hier rijdt echt al een hele dikke Ferrari. Gruwelijk. Ja, super mooi. Dat is echt een hele dikke Ferrari. Ik ben benieuwd of die ook heeft afgesproken met wat mensen van het TT-circuit en of hij op het circuit gaat rijden. Het is wel heel erg vet met zo'n auto ook. Ja. De vorige keer dat ik op het circuit ging rijden, was het ontzettend vet. Het was echt een unieke ervaring en al helemaal gruwelijk omdat het met mijn eigen auto was. Maar precies toen ik mocht rijden, was het aan het regenen. Ja. En dat was zo ontzettend zonde. Nu ben ik dus ook heel erg blij dat de zon aan het shinen is. En los van het feit dat de auto een beetje vies is, mag ik nog steeds niet schoonmaken. Dat duurt dus 2 weken omdat ik een nieuwe wrap heb en er zit een coatinglaag omheen voor de regen. Vuil, viezigheid, dat soort dingen. Maar goed, ik zie al 2 jongens daar zo meteen vanuit de berm naar... En ik zie daar ook allemaal mensen rennen. Oh, inderdaad, ja. Allemaal autospotters. Super lief. Allemaal helemaal, hallo, hallo. Ja, er is vandaag volgens mij iets van een supercar dag of zo. Dus er zijn allemaal speciale, bijzondere, vette, snelle auto's. Ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben ook heel benieuwd. De poort is in ieder geval dicht, dus ik moet sowieso even bellen. Ja, daar komt iemand aan. Zal ik zeggen dat ik van de pers ben? Nee. Hallo. Goedendag. Goedendag. En zo. Yes. Wat is de bedoeling? Ik kom mij melden om even een stukje op circuit te gaan rijden. Nou, dan gaan we heel even wachten. Als het goed is sta ik dus op de lijst, deze keer wel. Dan is het alleen maar mooi voor de carspotters, want die kunnen dan allemaal op hun gemak even fotootjes maken. Het is niet normaal, hè, hoe erg dat leeft. Dat hele carspot. We zijn met z'n tweeën, hè? Ja, we zijn met z'n tweeën, ja. Ja, we hebben nog iemand vastgebonden in de kofferbak, maar daar zeggen we niks over. Er ook niet onder, hè? Nee. Nou, aan de kant allemaal! Ga er door! Zo, daar gaan we. Yo, yo! Hey. Mooie plaatjes gemaakt! Ja, zeker! Oh, yeah. Super! Later! Meteen hebben de mensen door deze tunnel wel niet zo hard doorheen gegaan zijn. Ja, dat tunneltje is zo lekker van TT. Het is een kleine, maar het is echt een hele fijne. Klein maar fijn. Precies. Ik wou het nog zeggen, maar ik denk, ik hoop dat jij hem afmaakt. En dat doe je ook gewoon. Ja, tuurlijk. Dat is gewoon helemaal top. Ik ben echt benieuwd wat voor auto's er allemaal zijn trouwens. Ja. Ik zag zo net, echt op de snelweg, op het circuit, zag ik net een super gruwelijke Porsche voorbij komen. GT R3 of zo. Hier, daar die groene. Wow. Sick hoor. Ik kan je net niet zien denk ik. Ja, het is moeilijk te zien, maar ik maak straks nog wat vette shots. Zo, nou dan gaan we denk ik even wat mensen gedag zeggen en dan gaan we even wat beelden maken en dan gaan we gewoon heel veel lol hebben ook. Hey, dit meen je niet. Kijk eens wie we hier hebben. Oh, inderdaad. Yo, Snotjoch. Kom erbij jongen. Julius, ik weet het nog. Julius Caesar. Ja, hij heeft de vorige keer foto's gemaakt, maar dat zijn foto's van de blauwe auto. Ja, oh inderdaad. En nu heb ik een witte, dus we moeten een afspraak maken denk ik. Ja, moeten we doen ja. Is goed man. Hoor. Ja, thanks mooi man. Kleurtje. Wat vind je mooi, blauw of wit? Ja, ik denk wel wit. Ik vind dat wat netter. Ja, snap ik. Nice. Cool. Ga is goed. Een rondje rijden. Ja, als het goed is wel. Lekker man. Ja. Is goed. Hey, succes hè. Yo. Yo. Lach joh. Ja, zo kom je mensen tegen. Ja. Hier achter mij staan allemaal gruwelijke auto's, van Porsche tot Lamborghini tot Ferrari. Mijn auto heb ik nog aan de andere kant staan. Ik heb zojuist wel te horen gekregen wat je wel mag doen, wat je niet mag doen. Dat je 25 in de pit mag rijden, dus niet zoals dit. En weet je wat ik niet snap? Ik kreeg net uitgelegd dat je maar tot 92 decibel geluid mag maken. Nou, je kan me alles wijsmaken, maar dit is geen fucking 92 decibel, vriend. Dit is sowieso veel harder. Want ze zeiden tegen mij dat een Acrapo-fiets, wat ik heb onder mijn auto, dat niet helemaal mag op het circuit hier, vanwege het geluid.
Maar als ik dat zo hoor, moet het helemaal goed komen. Ik heb dus een mooie Vespa helm gekregen. Deze moet ik straks opdoen tijdens het rijden. Natuurlijk neem ik iemand mee en dat is Myron. Mag ik ook rijden? Nee. Ik heb vorige week met een seconde van jou gewonnen met karten, hè? Dus ik kan beter rijden dan jij. Ja, Myron die was derde beste van de dag en ik 26ste. Dus Myron kan wel rijden in een kart. Dus het gaat de hele tijd zo door. Het is super nice. Ik heb het nu al naar mijn zin. En ja, we gaan gewoon even een stukje lopen van daar tot daar. En dan gaan we even een paar auto's op film zetten. En dan genieten van. Lekker man! Hoe was ie? Ja, top man! Ja? Kom maar met je mee. Dat is echt niet normaal. Hoe is het op circuit? Ja, echt top. Ik heb mijn bandjes net leeg laten lopen, maar ze zijn alweer 2,4, dus moet iets eruit halen. Niet normaal, man. Maar jij weet alleen waar het gas zit, niet echt waar de rem zit. Nee, klopt. Holy shit. Ik heb hem af en toe voorbij zien blazen. Lekker hoor. Yo! Dit is eng. Kan hij een beetje rijden? Ja, hij neemt elke bocht gewoon driftend. En hij heeft, wat is het, 6 auto's ingehaald. Toen heeft hij het laatste rondje rustig gereden. En die auto's hadden hem niet eens meer ingehaald, omdat hij zo ver vooruit was al. Niet normaal. Lijp hoor. Hé, maar waarom ga je niet met je eigen auto? Dat vind ik eng. Ja? Ja, maar ze rijden echt hard. Ja, maar ik ga straks ook, hè? Ja, ga je met je eigen auto? Ja. Maar hé, besef. Ja, ik ga met mijn eigen, maar besef. Volgens mij heb ik de enige auto waar 2 mensen fatsoenlijk achterin kunnen zitten. En het is gewoon een familieauto. Maar je hebt vanochtend nieuwe banden, dus... Klopt, en hij heeft gisteren nieuwe banden, dus die gaan ook al helemaal op. Oh, nice. Moet je kijken hoe dit er nu al uitziet, na 1 dag. Ja, na 1 dagje en er is al wat profiel af. Maar hey, dat hoort er gewoon bij. Ik loop nog even daarheen. Ik zie daar een mooie auto staan. Daarachter ook. En dan ga dan straks beginnen. Ga ik straks circuit op. Succes, hè? Deze auto, dames en heren, deze McLaren, heb ik net gehoord, is 1,2 miljoen. Ka-ching, ching! Niet normaal. Wauw. Oké, ik ga naar de auto toe en ik ga even wat dingetjes klaarmaken. Omdat je mag dus geen losliggende spulletjes in je auto hebben. Ik moet er gewoon even voor zorgen dat niet alles helemaal door de auto als een gek tekeer gaat. Dus even dit soort dingen zoals flesjes drinken, gewoon even weggooien. Of tenminste opdrinken en weggooien. En wat daar allemaal achterin ligt en tassen. Dat ga ik nu gewoon even allemaal opruimen. Dan ga ik even de cameraatjes in de auto plakken. En dan is het lekker rijden op het circuit. Ik ga wel rustig aan doen. Er was net nog iemand die een probleempje had. Die ging te vroeg op het gas of zo. En die was gaan glijden. En die kwam toen tegen een bandenstapel aan. En dat wil ik niet hebben. Kijk, sommige mensen die hier nu zijn, die hebben gewoon 2, 3, soms 4 auto's. Dat is echt absurd. Of misschien zelfs wel meer. En dan is het heel vet. Dan kan je misschien ook wel eventueel risico nemen. Blijft natuurlijk zonde. Maar het is wel anders dan als je hier komt met je auto waar je ook mee op de weg rijdt. Kijk, dit is mijn enige auto. Dus ik pak het toch wel wat voorzichtiger aan. Maar het is ook geen race, het is geen wedstrijd, dus ik kan gewoon lekker mijn ding doen. Ik heb Boas net overgehaald om ook op het circuit nog te gaan, want hij vond het veel te eng eerst met zijn RS3. Maar dat gaat hij doen en dan gaan we gewoon een beetje met z'n tweeën rijden, dus dat wordt toch echt tof. Kijk eens aan, dames en heren. Ben je er klaar voor? Ja? Ja? Helmpje op! Gaan we weg met de Vespa? Hey, maar even serieus, als je toch crasht, wat doet een helm dan? Geen idee. Het ziet er niet zo heel erg top uit, maar we moeten het dragen. Ja. En alle beetje bescherming is maar mooi meegenomen. Ja, dat is wel. We gaan er gewoon vanuit dat alles goed komt. Tuurlijk. Ik ben een Lamborghini-coureur, je ziet het.
Daarom heb je het aangedaan. Oké, ik heb de hele auto helemaal clean. Ik heb hier een cameraatje boven op de auto. Volgens mij geeft dat wel een heel tof beeld. Die heb ik daar zo. Hallo. Oké, en dan heb ik ook nog een cameraatje binnen in de auto. Hallo. Die heb ik hier zo. Hallo. Oké, en dan is het nu tijd, hè? Wat ga je met die camera doen? Ja, wat ga ik met deze camera doen? Ik denk dat ik die nog even aan iemand ga geven. Ik wil hem ook wel vasthouden, maar dat is niet heel handig, denk ik. Ja, je kan hem wel vasthouden, joh. Zo hard ga ik niet, hè. Ze zeggen, je mag geen losliggende spullen en zo. Maar ik ga niet zo hard dat alles omhoog gaat of zo. Ik ben geen mega straaljagerpiloot. En ja, het is wel echt een hele sportieve, snelle auto dit. Maar het is geen straaljager, zoals sommigen hier. Dus moe gekomen. Hoppa, deze op. Hey, bier blijven! Bier blijven? Bier blijven, hier blijven. Zo, wat een helm, joh. Ik kom tegen het plafond, zo wat. Ja, ik ook. Ik ben juist een tyfus, maar grappiger dan met mij. We zien allebei niet uit, Marvin. Nee? Nee, ik doe de stoel ietsjes naar beneden. Kijk, dan kan ik een beetje normaal kijken. Ja hoor, ik ben er klaar voor. Yo, dat gas geven van mij, dat heeft geen nut, want iedereen klinkt harder dan ik hier. Ja. We gaan gewoon met een SUV, gaan we gewoon het circuit op. Weet je hoe gruwelijk dat is? Maar doe je sport of doe je mijn corso? Ik doe sport. Ja? Ja, ik doe eerst een sport. Hé, hey, even rustig aan. Kijk, daar gaan we. Hoppa. Kijk, ze staan daar boven. Hallo! Hey, dit wordt wel gruwelijk, hè? Ja, ik heb zin in. Ja, daar gaat hij, hè? Mag je gewoon nu al gaan? Ja, volgens mij wel. Komt u. Wow! Let's go! Moet deze camera goed vasthouden. Zal ik hem uitdoen? Hey, zal ik hem uitdoen? Ik weet niet, Marvin, ik weet niet. Hey! En zo! Ik was aan het slippen, ja. Holy shit, ik was echt keihard aan het slippen. Oeh, ik heb twee jaartjes. Ik doe hem uit. Ja, is goed. Oh my god. Oké, we rijden 200, afremmen. Thank you.
hoor. Nee, Boris is erachter. Nee, Boris is niet achter ons. Nee, die is daar weer achter. Achter ons rijdt de Lambo. Hoe vind je het bij mij in de auto? Ja, prima. Zo! Wow, let's go! Maar hij rijdt ook hard, jongen. Godverdomme. Oh shit. Hey, laat me het dan niet gek maken hier zo? Nee, niet doen. Hij heeft een snellere auto, hè? Neem hier ook even die bocht. Wow! Kom maar, ga maar voorbij, ga maar. Komt goed, ik zie je zo hoor. Wow! Let's go! Oh. Oh. Hey, hij gaat echt nog niet verkeerd volgens mij hoor. Straks. We hebben een rode vlag, dames en heren. Ik herhaal, we hebben een rode vlag. En een rode helm. En dat, ja, het is eigenlijk geen eens een vlag, want het is gewoon een lamp wat rood knippert de hele tijd. Ja, maar wel beter dan een vlag hoor. Ja, en dit is ook wel goed voor de auto, ik kan die even afkoelen. Mijn auto is 118 graden, zag ik. Wow. Zo warm is hij nog nooit geweest. Nee? Ik ben ook nog nooit zo warm geweest, denk ik. Nee, ik zweet ook wel een beetje hoor. Holy shit. Oh, rood betekent volgens mij dat het klaar is. Dat we voorbij zijn. Nee. Er ligt ook echt veel rubber op de baan. Ja, niet normaal joh. Ze moeten mij niet pushen. En dan pak ik ze. Jij hebt echt een paar keer in broek gescheten, of niet? Nee. Hey, Enzo! Enzo! Ja, en dan had je zelf ook door dat je hem niet goed aanstuurde. Ja, geef maar toe. De eerste keer, de eerste bocht. Die had je echt niet goed aangesneden. Daar ging niet helemaal goed mee. Nee, zie? Dat ging niet helemaal goed. Oh, kut, ik moet hier af. Sukkel. Oh, ik moest hier af. Oh, wat doe ik nou? Oh, iedereen gaat naar rechts, kijk dan. Ja, iedereen rijdt daar. Oh, iedereen gaat naar rechts. Oh shit. Ja, en dit is mijn knullige geen ervaring. Oh, wat ga ik nou doen? Zet hem aan de zijkant. Oh, waar moet ik nou heen? Waar moet ik nou heen? Waar moet ik er nu af? Ja, dat is toch rood? Ja, dat zie ik ook. Waar moet ik er nu af dan? Ja, daar weer terug. Ja, niet terug. Het is te groot, het zie je zelf te groot. Ja, het is te groot, dat zie je toch. Ja, ik heb geen circuitervaring, helemaal niks hè. Dus iedereen gaat die pit in, omdat het dus rood is. En Enzo rijdt vrolijk door. Ja, maar ze moeten mij ook niet vooraan laten rijden. Jongen. Ja, maar is het dan... Nee, rood betekent, nu weet ik het alweer. Rood betekent klaar. Dus er gaat iets schoongemaakt worden of er gaat in ieder geval iets gebeuren. Rood is gewoon even klaar. Ja, maar rood kan ook betekenen dat er een ongeluk gebeurd is, toch? Nee, volgens mij is dat het toch niet. Nee, ik zit even... Ik heb net... Kijk, die briefing die ik net heb gekregen...
Dat was zeg maar een speedcursus briefing van 3 minuten. Ja, dat heb ik niet helemaal opgepikt allemaal. Ik dacht, ja, gebeurt toch niet. Je krijgt toch nooit vlag. Ik dacht, joh, dat komt wel goed. De enige vlag die ik moet onthouden is de blauwe. Dat betekent dat iemand je wil inhalen. Al die andere vlaggen, ah, joh, geen probleem. Deze bocht is wel smerig, hoor. Die man, die was gewoon boos. Ja, snap ik ook wel. Ja, dat snap ik ook wel. Er zijn gewoon regels en daar moet je aan houden. Maar ja, ja, ik was even in de war. Niemand achter me was ook aan het seinen. Van Enzo, eraf, Enzo, eraf. Iedereen dacht, laat hem maar lekker rijden. Ja. We hadden ook nog maar 2 rondjes gehad, dus. Ja. Zo, maar ik moet ook die stoelerkel aandoen, jongen. Ik heb me toch een zwanesmeer, jongen. Dit is niet normaal. Ik zweet me helemaal kapot. Dat betekent wel dat je goed gefocust bent. Ja, zeker. En ik ben heel erg benieuwd naar de banden. Hoe die ervoor staan. Ja. Ik denk dat het nu nog wel meevalt. Oh, ik voel me wel een beetje lullig, hoor. Want ik zie al die mensen ook aan de zijkant bij die knipperende borden. Ja, zie ik allemaal kijken zo van... Wat een lullo is dat. Hij rijdt gewoon nog een... Dit is een ererondje. Ja. Dit is gewoon een ererondje. Maar ik rijd wel nog best wel lang, hè? Ja, eigenlijk dan wel, hè. Ik rijd wel gewoon netjes rustig, hè. Maar weet je wat het wel is? Als je denkt dat je kan rijden en je gaat het circuit op, dan heb je het helemaal mis. Ja, klopt. Helemaal mis. Dit is zo moeilijk. Dit is echt zo moeilijk. Dat is niet normaal. Dan denk ik dat ik hard aan het rijden ben en dan haalt iemand me in. Nou, en dan denk ik van hoe kan je zo hard rijden in zo'n bocht? Ja. Dat is serieus. Kijk, dat is serieus bij karten zo. Bijvoorbeeld is het zo, je gaat overal vol gas. Maar hier moet je echt goed remmen, goed dit, goed zus, goed zo, goed sturen, goed uitsturen. Bij kart is het dan een beetje de pussy variant. Ja. Ik heb helemaal geen pitstraat in, hè? Ja, ik heb er helemaal geen zin in, want dan krijg je iedereen natuurlijk over me heen. Zo van, joh, waarom reed je door, dit en dat. We kunnen ook wel gewoon weer doorrijden. Ja, ik denk dat ik dat maar ga doen. Nee. En dan als ze zeg maar klaar zijn met deze dag, dat ik gewoon in één keer met helm en al naar huis rijd. Nee, wij gaan nu gewoon met z'n tweeën zo naar huis. Nu meteen. Ik denk dat wij straks uitstappen, de Vespa opspringen en hem vandoor boppen. Ja. Bop, bop. Hier moet je rechts. Ik heb ook nooit geweten dat dit de pitstraat was hier. Wat is er nou? Wat erg. Oh, ze zeggen rustig. Of wat doet hij nou? Nee. Oh, hij gaat een paar mooie foto's schieten, die Julius. Julius is even een paar mooie plaatjes aan het maken, hè? Nou, dan hang ik toch even mijn kop uit het raam. Nee, en zo. Yay! Nou, ga maar rijden, want die mensen die daar in de pitstraat die kijken al boos naar je. Ja, nu word ik op matje geroepen. Deze man. Oh ja, hij is niet blij. Hij is echt niet blij. Dat is een bekeuring. Hoi. Ik ga ervan uit dat je de regels kent. Ja, zeker. Ja. Maar... Daar is rood, daarvoor is rood en jij rijdt gewoon door. Ja, ik was eventjes in de war. Ja, maar dat even in de war, zo werkt het niet. Nee, dat hoort niet, dat weet ik. Okay. Dat klopt. Volgende keer... Een boete. Volgende keer naar het rijdschool. Volgende keer, dan wat? Nee, joh, dat is gewoon een foutje, joh. Dat kan gebeuren. Het is mijn eerste keer, hè. Dus wat dat betreft... Ging het gewoon nog Ik goed. Heb echt... Mart! Ja. Ik heb tips van jou nodig. Roosje stoppen, hè? Ja, dat bedoel ik. Net op de weg, hè? Ik heb jou echt nodig in mijn auto, hoor. Nee, ik ga straks met je mee. Ja, top. Geen probleem. Maar het rode licht, dat is hetzelfde als op de openbare weg, hoor. Dat is in principe stoppen. Ja, die marshals, die waren niet zo blij. Nee, die waren vrij duidelijk, hè? Ja. Ja, nou, ik ben nu bij de briefing geweest, hoor ik wel. Ja, ik had een speedbriefing, daar ben ik niet zo goed in. Nou, is goed, ik kom zo bij je, Mart. Is goed. Yo! Oh. Ah, kijk, op deze manier is het gewoon prima opgelost, toch? Oké, we gaan de auto even neerzetten. Ik ga eerst maar eventjes naar de Huizenknol. Naar Huizenknol? Even kijken. Hey, dat is, jij geeft ook niet even een seintje van Enzo stoppen, Enzo stoppen. Was. Ik zat gewoon zo ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ik heb een mooie shirt erbij. En allemaal met die bril, heb je een bril nieuw? Ik heb een bril op je straks. Oh, geen stuk, hij doet het ook gewoon. Het was niet expres.
Maar ik zat ook na te denken, hè, van wat heb ik ook weer zo net geleerd in die speedcursus van 3 minuten. Ah, rood. Ja, volgens mij was het doorrijden. Nee, ik was echt even de weg kwijt. Ik ben helemaal nat van het zweet, hè? Ja, niet normaal. Hè? Dat is echt bizar. Jij beukt er ook wel lekker door, hè? Oh, oh, oh. Niet normaal. Het ging wel lekker, hè? Ja, ja. Boas was in één keer weg. Ik heb Boas niet meer gezien. Ja, zie je, het gaat dan rond. En zo is een prutser. En zo is de bril niet op. Ja, dan heb ik dat weer op mijn naam staan. Maar dat is geen probleem, dat was wel fucking vet. Ja, zeker. Waar kunnen we hem nu neerzetten? Ja, waar is Boas, joh? Hoe was het? Leuk. Ja? En waar waren jullie? Achter jullie. Niet? Ja, wij mochten niet nog een rondje, want wij waren net hiervoor. Jullie waren hier net voorbij toen de vlag op rood ging, zeker? Ja, maar we hebben nog een rondje gereden. Gewoon maar één rondje gereden? Nee, drie. Oh. Wij ook drie. Hè? Huh? Ja. Vier eigenlijk. Ja, vier, want jullie hebben nog eentje toen wij er net af moesten, denk ik. Ik heb je niet meer gezien, Boas. Nee, want ik moest om. Ik was ook wel minder snel, hoor. Ik zat met Saïd, jongen, die zat achter mij. Die rijdt echt al zo mogol. Hij heeft jullie waarschijnlijk ook nog weer ingehaald. Hij zat al, ging niet rechts achter mijn links, als mijn rechts achter. Had hij al lang in kunnen halen, maar gewoon de hele tijd klooien. Maar het is bizar, ik zei net ook al tegen de kijkers. Van als je denkt dat je kan rijden... En je gaat dan op het circuit, dan word je wel met je neus op de feit gedrukt van ja, je kan eigenlijk niet zo goed rijden eigenlijk. Maar dat is het echt. Ik heb deze auto nog nooit een slippende band gevoeld of zo. Ik heb echt best wel hard bocht gepakt. En hier elke bocht. Ja. Maar het is wel echt leuk om te doen. Ja, zeker. Vet. Het is super gruwelijk. Ik doe die vest bij helemaal af en dan kom ik eraan. Zo, echt niet normaal. Kijk dan maar aan. Ja, sick. Jeetje, we gaan even frisse lucht halen. We gaan even bijkomen. En dan, ja, ik weet nog steeds niet waarom dat rode was, joh. Gewoon omdat ze even de baan cool gaan houden of zo. Ik heb geen idee, joh. Ik doe mijn petje op, we gaan even naar buiten even afkoelen. En dan gaan we straks nog een keer. Hey, sitting like a boss, bring the workers out. Press on the exhaust, we be skirts now. No, we not the same, what you talking about? Got me all up in your mentions, must have heard around. How that sound, yeah, that sound good, tell them break it down. ISO Wendy's in your town, don't forget the dollar sign. How that sound, yeah, that sound good, tell them get in line. Hold it down, hold it down, came up from the underground. How that sound, yeah, that sound good, sounds good. How that sound, yeah, that sound good, sounds good. How that sound, yeah, that sound good, sounds good. How that sound, yeah, that sound good, sounds good. Send a picture, let me crop them out. Weet je wel, dit is keer met zo'n dag als vandaag. Ja. Het is zoveel gekheid, je komt er nooit zonder kleerscheuren vanaf. Van de wat? Ja. Kleerscheuren. Ja? Snap je het niet? Het is zo'n gekke dag vandaag en je komt er nooit zonder kleerscheuren vanaf. Nee? Nou, top. Oh, omdat ik zo gaf. Hé, hey, lekker Quinn. Ja, we hebben elkaar een tijdje niet gezien, hè Quinn? Ja. Dan... Hé, hey, Shay, niet over beginnen. Niet over... Mensen, je weten het niet. In ieder geval, ik vond het super gruwelijk. Ik vond het echt heel erg gruwelijk. We zijn nu 5 minuutjes verder. We hebben, als het goed is, nog iets van een kwartiertje voordat we weer de baan op mogen. Kan jij vertellen waarom we nou niet verder mochten rijden? Ja, ik hoor dat het geluid, dat ze zeiden dat geluid overlast is ofzo. En? Vraag, ik weet het. Het is, je moet houden aan een bepaald gemiddelde. En omdat we dan nu een half uur even helemaal stil zijn, gaat het gemiddelde heel hard naar beneden. En dan kunnen we daarna weer rijden. En een gemiddelde decibel ofzo? Ja. Oh. Hey, dat is slim. Nou, ik weet zeker dat als jij stopt met rijden, dan gaat het gemiddelde al wat omlaag. Ja, dat is niet misschien. Oké, zo werkt dat dus. Ah, vandaar. Blijkbaar huur je dan zo'n circuit af en dan van bijvoorbeeld 1 uur 's middags tot 5 uur 's middags moet je dan aan een bepaald decibel houden. En als de ene nou 110 is en de andere 80, dan kom je bij elkaar ongeveer op om en nabij 95. Zoiets. Maar door jou moeten we nu 5 minuten langer wachten. Omdat ik door rood ging. Ja, nee, top. Ik voel me echt helemaal chill zo. Hey, die fout maak ik nooit meer. Maar wat betekent blauwe vlag? Ja, dat zie je niet. Ja, heb je wel eens een blauwe vlag gehad? Ik niet, nee. Nee, dat dacht ik al. Altijd de mensen die voor mij rijden, die krijgen blauwe vlag. Ja, ja, ja. Ik kreeg ook een blauwe vlag bij jou. En toen maakte ik ruimte. Toen ging je er niet langs. Oh, echt? Ik kreeg echt blauwe? Ja. Oh, die is gezien. Een zwarte vlag? Piratenvlag. Piratenvlag. Ja, dan moet je er van de baan af. Dan krijg je een dan heb je een fout. En die gele met die rode strepen? Dan is Tramalanti. Tramalanti, daar ligt de olie op. Is er wat? Olie of ja, precies. Grind, iemand in de grindbak. Maar hoe kan je met een zwart bord een zwarte vlag geven? Ja. Zo! Zo! Zo, dat is wel goed hoor. Want het is een zwart lichtgevend bord, maar er is geen zwart licht. Ik heb hem nog nooit gezien. Er staat iemand gewoon met een zwarte vlag.
Het heet ook ja, vlag. Dat denk ik dan. Ja, nee, ja, ja. Ja, ik denk dan een vlag inderdaad. Want ze gaan echt gewoon wijzen en dan doen ze die stok. Ja. Oké. Okay. Op het bord heb ik hem ook niet gezien. Nou goed, we gaan nog heel even chillen. Even genieten van de zon. Toch een beetje kleurtje krijgen. En dan straks gaan we nog een keer. En straks lijkt mij een heel erg goed plan. Als we even met Huize Knol even... In de auto. Ja, ja stop. Op het circuit. Met, met Huize Knol. Ja, ja, dit is wel lekker, dankjewel. Alsjeblieft. Ja, alles wat... Iedereen pakt de één, dus je pakt de twee. Maar alles wat je op hebt, moet je ook binnenhouden. Dat is wel een beetje de afspraak, zeg maar. Ja, Quinn. Nu ga je met de enige... Dat is wel sick, hè. Dit is de enige SUV-familieauto op het circuit. Gast, dat is vet! Hey, dat is wel gruwelijk. We zijn niet de snelste, maar wel de grootste. En de zwaarste. Hey! Ja, dit wordt heel erg sick, dames en heren. We gaan weer het circuit op. Het mag. Ik moet alleen wel even Myron zoeken voordat ik ga rijden. Want Myron die gaat met iemand anders mee. Als het goed is, is Myron ergens verderop. En ik vind het wel spannend voor Myron, maar Myron niet. Die vindt het alleen maar leuk. Hoppa! Hey! Hey, doe je rustig! Hou de hul. Ja, dit wordt wel heel leuk, denk ik. Ja, ik ben benieuwd. Veel plezier! Niet in de auto. Ik ben echt heel benieuwd. Ik heb er heel veel zin in, maar ik ben ook wel een beetje bang. Oké, okay, nou. Dat zit in één keer wel heel anders dan een lage. Ja, dit zit comfortabel. Ja, man. Dit is de enige Lambo die comfortabel is. Ja, ik heb gewoon navigatie aan, anders weet ik niet hoe ik moet rijden. Hey, niet doorvertellen, niet doorvertellen. Ik ben ook de enige die gewoon tijdens het rijden op het circuit een stoelmassage aandoet. Kijk, massage. Boah. Daar gaan we. Zie je die? Die halen we straks in. Deze halen we straks ook in. We halen iedereen in, hoor. Deze vind ik het dikst. Ja, deze is echt, deze vind vet, ik echt die rode. Ik ben ook de enige die knipperlicht aan gebruikt volgens mij. Let's go, daar gaan we. Dat heb je wel veel meer in deze auto. Dat is zo groot is, joh. Ja, dat wordt leuk, joh. Dat is goed. Samen. Vind je het ook spannend voor mij of dat niet? Nee, ik rij wel vaker met jou. Ik ben helemaal niet eng. Nee? Echt totaal niet van. Ja, wij kennen elkaar gelukkig al best wel lang, dus dan heb je al bepaald... Ben je veel vertrouwen. Vertrouwen. En ik heb al heel vaak bij je in de auto gezeten. Dus ook dat. Dat is heel goed. Ik moet wel zeggen dat ik nu veel lekkerder rijd dan zo net. Ah, het is nu ook helemaal droog natuurlijk. En je bent even ingekomen? Ik heb net even ingereden, dat scheelt heel erg. Want zo net zat ik te gillen, te springen en gek te doen. En nu zit ik gewoon lekker te rijden. En nu wil je zo snel mogelijk, zeg maar. Ja. Dat is ook bij kart op. Op het begin ga je altijd slow. En uiteindelijk ken je de baan. Klopt. Dan knal je hem overal doorheen. Ja, dat is echt heel erg zo. Wij rijden echt niet slow. Wij rijden echt niet slow, nee. Ja. Dat is even lekker, hè? Ja, is fucking vet, gast. Echt zo vet.
Maar het is ook weer echt heel anders dan in een lage auto dit. Ja, heel anders. Maar daarom vind ik het ook leuk dat ik vandaag de enige ben met een SUV. Niemand doet dat. Niemand heeft een SUV. Iedereen allemaal lage, snelle sportauto's. En dan heb je zo van, dan heb je Enzo met een SUV. Ja. Maar wel sneller. Ja, wel zeker. Ik ga zeker sneller. Ja. Heel vet. Hoppakee. Daar staan we weer. Zijn we weer. Yes. Thanks voor de rij, gast. Ja, geen probleem, man. Oké, ik heb net een klein rondje gedaan met Quinn. De stoelmassage staat nog steeds aan, heerlijk. Ik ga nu een rondje doen met Huizen Knol. Hallo! Hallo! Hoe was het? Vet! Ja? Ja. Kan hij een beetje rijden? Ja, zeker. Beter dan ik? Nou, het is heel anders de auto. Hij rijdt wel echt harder dan jij. Ja. Maar je merkt dat de auto het gewoon veel beter aan kan als die van jou. Ja. Maar heel vet. Lekker hoor! Klaar voor? Nee. Kan Enzo rijden? Ja. Ja? Komt goed. Moet ik bang zijn? Nee. Oké. Okay. Maar goed, als ik er niet meer ben, was het leuk jullie gekend te hebben. Ja? Dit is strak, jongen. Zit hij hoor met zijn Versace bril. Hey. Ik heb het even nagevraagd, maar we mogen helaas niet met z'n vieren in de auto. Vanwege, weet eigenlijk niet waarom. De regels. De reden weet ik niet, maar het is een regel. Dus dat accepteren we. Dus ik ga nu eentje met Lars en dan straks met de rest. Dus daar gaan we. Klaar voor? Ik heb mijn gordel nog niet om. Oh, dat moet je wel even doen. Ja. Volgens mij ben ik ook de enige die zo'n grote sleutelbos heeft. Iedereen heeft één sleuteltje hier zo. Ja, ja. Ja, de meesten hebben zeg maar hun tweede auto mee en ik kom gewoon met mijn familieauto. Helemaal top. A few moments later. Waar rij mee? Dit nou? Ik ga alles losmaken. Shit! Dit is echt serieus. Dit is super jammer. Dit is echt super jammer. Het is klaar. Blijkbaar maken alle auto's bij elkaar te veel lawaai. Nou, ik ben er in ieder geval niet één van, want ik ben de zachtste auto van deze hele reeks volgens mij. Maar we mogen niet meer rijden. We zouden eigenlijk vanaf nu nog een kwartiertje mogen rijden. Dus dat was sowieso genoeg geweest voor Lars, Nicole en Mees. Maar dit vind ik echt een beetje sneu. Dit vind ik echt sneu. Ik heb gelukkig met Mimer gereden, heel even snel met Quinn. Maar ik heb alle camera's geïnstalleerd, alles. Maar ik zou zelfs nog even tips krijgen van Mart. Mart is iemand die heel veel verstand heeft van auto's. Die loopt erachter. Helaas. Ik mag ook niet meer met Mart rijden, dus ik kan niks bijleren vandaag. We mogen niet meer rijden, het is klaar. Gaan we nu met z'n allen huilen? We kunnen ook naar huis rijden. Maar goed, ik ben blij dat jij wel in de auto hebt gezeten. Maar zie je de teleurstelling bij Nicole? Zie je de teleurstelling bij Nicole? Ik vind het echt jammer, hè? Nee, ik was er net helemaal aan het voorbereiden. Ja, ik vind het wel zonde. Ik vind het echt zonde. Het was echt vet geweest. Had ik eindelijk een helm gevonden die op mijn hoofd past. Ja, shit. Het is niet anders. Jammer. Maar goed, ja. Ja, het is wel een stunt voor mij om door rood te rijden. Ja, balen. Maar het was alsnog gruwelijk. Ik heb op circuit kunnen rijden en dat vond ik heel vet. Dat vond ik echt vet. Ik vind het vooral jammer voor de rest, maar voor mezelf heb ik wel heel leuk gehad. Jij ook? Ja, zeker. Jij hebt echt geluk, want jij bent net terug met Sheet met... Ik heb echt 6 rondjes gereden of zo. Ja, bizar. Ja. Wow, wat gebeurt hier? Hey Julius, waar maak je er een foto van? Van een Renault. Van een Renault. Gruwelijk, Lars' auto staat er ook op. Yes. Hey, ga schaal, hè. Hey, stuur mij de foto's via DM. Ja, is goed. Hey, thanks. Yo. Oké, we gaan er vandoor, dames en heren. Het was echt gruwelijk vet. Het was gruwelijk vet. We rijden nu nog door een tunneltje. Yep. Iedereen gaat een beetje rustiger en dan... Alleen, ik ben de enige die door die tunnel kan en dan ook gewoon hard. Omdat op een gegeven moment heb je zo'n knik en al die lage Lamborghinis kunnen die knik niet in één keer nemen. Nee, precies. Behalve dit. Je moet er lekker rustig aan rijden. Ja. Gaan we heel even staan, want er staan zoveel mensen te wachten en moeten we wel even op de foto. Dat gaan we doen. Hoppakee. Alsjeblieft. Johan, alles goed jongen? Ja hoor. Zo, hoppakee. Daar hebben we er eentje. Straks had ik mijn vingers eraf ge... Sorry, dat was niet de bedoeling. Ik spuug gewoon, wat zeg je dan? Ik voel gewoon heel erg. Oh echt? Zorg jij ook, Marwen? Jij ook toch, Gert? Of niet? Nee. Zorg je?
Nee, sorry. Oeps. Als je die Q&A die ik met Shen heb opgenomen, weet je wel, dan komen jullie binnen. En dan schrik ik zo, en dat heb ik teruggezien, dat komt vrijdag natuurlijk. Maar echt, nou, ik zit echt zo op de bank. Mama die gaat pasta die mama maken. Logisch dat het ook zo heet dan. Maar dat gaan wij niet mee eten. Wij gaan uit eten met een ander groepje waar we ook net mee waren. Oh, bij GT Squee. Waar het wel gezellig is. Waar het wel gezellig is. Wij gaan lekker ergens eten waar het wel gezellig is. Ja. Nee, ik had het heel erg fijn gevonden. Want je weet dat pasta die mama ik dat een van de lekkerste gerechten vindt ooit. Dat nee, weet je. Dat weet ik. Dus die kom ik heel graag een andere keer weer eten hier. Maar we zijn dus even lekker bij mama. Ik bedoel, mama die woont serieus 5 minuten van de GT Squee vandaan. Dat is echt bizar. Als je hier zo op het terras zit. En ze zijn op het circuit aan het rijden, dus ik denk dat vanmiddag misschien... Heb jij wat gehoord? Nee, maar dat komt dat ik zelf druk bezig was. Nou, oh, mama die was zelf druk bezig, maar... Heb jij het gehoord, Gert? Ja, dat hoor je. Als de wind een beetje goed staat, dan hoor je dus alle motorrijders of auto's die op het circuit aan het rijden zijn, hoor je dan gewoon. Super sick, dus we dachten als we dan dicht bij mama en Gert zijn, dan gaan we even langs. Even wat drinken en even wat eten. Geen avondeten dus, geen pasta die mama. Maar wel even lekker wat aardbeidjes. Alsjeblieft. Nou, dan pak ik wel een nieuwe. Nom. Hebben we lekker gegeten? Ja! Oh ja, was maar lekker. Ja, we hebben heel erg lekker gegeten met z'n allen. Ik ben nog even lekker aan de koffie en dan gaan we straks weer naar huis. We gaan toch niet helemaal naar huis, wel in de buurt. We zijn even bij Milan. De auto die staat er nog mooi bij. En ik heb eventjes naar de bandjes gekeken. En op zich valt het wel mee hoeveel profiel van de banden is gesleten. Want in het allerergste geval moest ik vanavond weer door naar banden XL om weer een nieuwe set eronder te laten zetten. Maar dat valt dus nog wel heel erg mee. Hey Malino! Hallo! Hey jongen! Hallo! Hey. Jeetje, wat ben je groot geworden! Hey, wat ben je groot geworden! Zo lang niet gezien! Zo, die is echt groot geworden, hé! Hey. Hey, schatje! Hallo. Ongelooflijk! Hallo! Je bent zo blij, jongen! Hi, schatje! Hi! Je bent zo blij! Kom, gaan we naar binnen! Kom! Even plasje, die smaak! Het is echt bizar hoe die groeit, Malino. Dat gaat zo snel. En Malino is nog steeds heel erg klein. Hey. Jong. Malino is nog steeds heel erg klein, maar hij was zoveel kleiner. Dat is echt bizar. Oh, vanochtend. Dit haar gaat er nu af, denk ik. Dit is nu 3 mm. Dit is, hoeveel zou dit zijn? Centimeter? Ik denk dat dit al 1,5 centimeter is. En ja. Dan zou het 1,2. En dan gaat dit nu nog korter, denk ik. Ja, ik twijfel heel erg. Jongens, wat moet ik doen? Ik twijfel zo erg. Gewoon eraf. Want dit is ook wel cute, dit zo. Oh, beetje je bent omhoog. Zo cute. Ja, misschien kan je er zo'n kuifje maken. Ja, dat is toch ook wel een beetje cute. ik doe het gewoon. Ja. Oké, nice. Milan die gaat nog ietsjes korter. Myron heeft de zijkantjes al gedaan. Dat is echt heel erg netjes. En dan voor de rest is het gewoon lelijke. Oh, dat deed ik niet, hè? Ik ben helemaal rustig bezig met mijn Instagram story. Zit jij dit in te klap, mijn jong vetnek? Interessant. Ja, wij komen net uit Noorn, jong. Ja, dat dacht ik al. De TT zeker. Ja. Hey. Ja, ga je. Hey, Malino. Hoi. Ja. Hoi. Alles goed, jongen? Alles goed? Vallen jouw tandjes er al uit, Malino? Nee? En zo, wacht even. Het moment gaat gebeuren. Wat? Geen streep in min. Tik hem aan. Nou, touw dan hem, Tammo. Hey, Malino, wil je dit hem? Dat is wel mooi, hè? Deze. Dat is wel mooi, hè? Ja, dan ga je tandjes van eruit. Ik had er nog steeds last van, hè? Maar check hoe geniaal dit is, dat Malino nog steeds zo blij is met zijn bankje. Ja, ik gaf aan. Ja. Oh. Kijk nou, zo schattig. Is leuk, hè? Oké, komt ie. Lekker bijten. Oh, komt ie? Oké, komt ie.
Nee. Het valt echt heel erg mee. Kijk hoe dit eruit ziet. Wow. Maar kijk hoe dit eruit ziet, kijk. Ja, handjes vliegen ook helemaal. Maar het is best wel wat. Hier, kijk dan. Het lijkt toch niet zo als je zo kijkt. Klopt. Nou, best handig zo'n thuiskappen van een Myron. Ja, dit is echt top. Dit is echt nice. En weer thuis aangekomen na een lange dag. Veel onderweg geweest, maar ontzettend genoten. En hopelijk jullie natuurlijk ook. Vergeet er niet even een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Het is echt super eenvoudig. Een YouTube-account aanmaken is gratis. Heb je dat aangemaakt? Ga dan naar mijn kanaal. Kijk hier beneden onder de video. Klik op dat abonneerknopje. Als je op de hoogte wil blijven van elke video die ik upload, klik dan ook op het belletje hier beneden. Zie ik jullie morgen heel graag bij een nieuwe vlog om 4 uur. En zoals ik altijd zeg, dikke, vette peace! Knol Power!